hip-hop in je smol. In je smol. Hip-hop, hip-hop in je smol. 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 We chillen nu in het park vlakbij het festivalterrein van Boogie Down Breda. We zijn dus ook in Breda voor een gratis festival in de zon. Het wordt vandaag ongeveer 25 graden of warmer, dus het belooft dat. Verder wat ook heel veel belovend is, is de line-up van vandaag. We zien heel veel Nederlandse acts, Nederlandse hip-hop scene is goed aanwezig. En we hebben natuurlijk de veelbelovende afsluiters. Nou, heel erg bekende afsluiters, Master Ace en Camp Low. Het is oké, je vraagt om een gunst, geen probleem, nee. Ik raak de code rood als de dronken horen van mijn opa. Te veel gefeesten, ja, vertraging voor mijn diploma. Ik heb de toen bij me, mijn vlekken dik als olie, praktijken in Dubai. Check de timing, doe maar je borrel en een flesje Heineken. Blijf je moet al rijden, ik heb een rijbewijs, maar eerst maar even. Ik wil sowieso een balans in die tekst hebben, dat als ik iets een zwaar onderwerp aansnij, dan moet ik dat wel combineren met een grapje of zo. Weet je? Het zijn gewoon flows. Dat vind ik wel belangrijk, gewoon een lekkere flow te hebben die iets zegt, maar ook niet zegt. En daar, ja. We komen steeds weer terug op het midden. We zijn inderdaad vrij melancholisch regelmatig en. We proberen dat in balans te houden door juist wat hij bijvoorbeeld zegt met humor of Ik ben klaar, kom me halen, veeg mijn hanes, want ik kan niet stoppen met shits, droppen. Ja, ik kan niet stoppen met shits, droppen. Het publiek reageerde in het begin vrij mild. Waar denk je dat het aan ligt? Bekendheid. Ja, ik heb nu één EP heb ik gedropt, officieel, via Noah's Ark, de Bulimia EP. En weet je, ik zeg niet dat het niet gedaan heeft wat het moest doen, maar ik denk dat het gewoon met een album, dat je dan gewoon altijd meer bereik nog hebt. Dus ik denk dat dat het is. En ik hou heel erg van die mentaliteit van überhaupt gewoon van ja, laat maar zien, weet je wel. Het is niet, je kan wel Noah's Ark zijn of wel dit of dat hebben, maar laat eerst maar zien of je live waardig bent en dan gaan we wel mee. Dus dan merk je gewoon dat je goed bezig bent als je later het publiek meekrijgt. Persoonlijk ben ik ook nieuwsgierig, jij volgt een opleiding die te maken heeft met muziek. In hoeverre beïnvloedt dat jouw werk op dit moment? Niet eigenlijk. Het werkt heel goed samen. Ik doe Academie voor Popcultuur, een hbo-opleiding in Leeuwarden. En ik krijg gewoon een hele hoop begeleiding vanuit daar, zeg maar. En er is gewoon een hele hoop ruimte voor alles wat ik graag wil doen. Als ik het maar kan verantwoorden en vervolgens koppel aan een competentie, dan is het allemaal wel goed. Ik zal je zeggen hoe het zit lekker. Alsof ik met mijn reden de hang wat hang. Ik kan van mijn vroeger al geen trokken op mijn achtervang. Nu klagen ze tegen mij, zeggen ze ik ben oude kast. Kom voor het veer voor, want ze hebben het niet in de hand. Zo zit dat, zit strak, zit als gegoten. Dus ik zit ermee als muggen, zit er zitten te stoken. Dus zit ik vaker te roken, zit zelden in een grip. Zit gefocust op de beat, zit in dezelfde trip. Vorig jaar mijn EP gereleased en ik ben weer met een nieuw album bezig. Vorig jaar druk geweest met Kite Man, maar nu weer solo werk. Je hebt er zin in. Het is bijna even leuk als optreden met Skeetje Raps. Ik doe bijvoorbeeld weer het nieuwe album van Dex. En ik heb zijn vorige twee albums heb ik ook gedaan. Ik doe bijvoorbeeld ook het album van de singer-songwriter Evi, die nu de Grote Prijs van Nederland heeft gewonnen. En ik heb samen met een vriend van mij een productiebedrijf en doen we heel veel producties voor allerlei mensen. Olé, olé. Kijk dan. Willem 2. Olé, olé. Kijk, ik zong naar Olé, olé, schijt aan Willem 2. Dat is wel in de heat of the moment, dat hoor ik eigenlijk niet te doen. Dat doe ik als ik anoniem in het stadion zo sta, maar het is zo gebeurd. Maar ik profileer NAC duidelijk, omdat NAC is mijn voetbalclub en ik kom uit Breda.
Dus ja, waarom niet? Weet je, ik stond dit jaar niet in een NAC-shirt, maar wel een NAC-vlag. Je hebt het kunnen zien. Ik vind dat gewoon belangrijk. Ik vind het naast, ik zag net Karim uit Eindhoven loopt in een PSV-shirt. Nou ja, cool toch? Ik bedoel, zo hoort dat gewoon, vind ik. Het is duidelijk dat Verkwaad het Erger eerst met een album komt. Wij zijn al 4 jaar een groep eigenlijk. En het was nooit de bedoeling. Dat misschien, ja, de bedoeling is een fout woord, maar we hadden nooit gedacht dat mijn EP zo zou gaan doen, zeg maar. Dus ik heb aandacht gekregen, maar eigenlijk lag de nadruk toen al op Verkwaad het Erger. Dus de nadruk gaat nu op Verkwaad het Erger liggen. En mijn album zal daarna ergens komen, denk ik. Ik kom de afgelopen 3 jaar nu al naar Boogie Down. Ik ben ook met Jiggy geweest toen ik backups deed voor zijn shows. En het is hier altijd fucking hard, weet je. En ik kom zelf natuurlijk ook uit Brabant. Dus ik weet hoe de Brabantse publiek los kan gaan. Dus dat is master, weet je. En ja, sowieso dat we buiten de tour ook zulke dope shows nog kunnen doen is super hard, weet je. Dat betekent dat we met onze muziek toch wel een leuke publiek kunnen bereiken en dat is gewoon best wel rewarding, zeg maar. Wat heel erg opvalt is dat het publiek eigenlijk meerapt en de tracks kent en met het album staat te zwaaien en dat valt mij op en dat ik heel veel dezelfde gezichten begin te zien in plaats van elke keer andere gezichten. Dat betekent ook gewoon dat je gewoon mensen hebt die altijd gewoon waar je ook maar staat komen kijken, dus dat is awesome. Het reageerde niet zoals je misschien zou hebben verwacht van iemand die jouw achtergrond heeft, die de dingen heeft gedaan die jij hebt gedaan. Hoe kijk je er tegenaan? Oh, dat was alleen het begin. Dat had ik verwacht, omdat je een hele nieuwe generatie hebt die me niet kennen. Ook veel, er zijn er heel veel die me wel kennen, maar ook heel veel die me niet kennen. Maar dat was volgens mij na 2 of 3 songs wordt dat al snel opgelost. Dus ik heb daar geen probleem mee, want ik bedoel, zelfs ook al ken je mensen, dan nog moet je het wel afdwingen. Je kan niet automatisch verwachten van dat mensen je maar automatisch respect gaan geven, dat ze automatisch show komen checken. Dus ik heb daar geen probleem mee, want zijn we snel teruggekomen. Met betrekking tot de jongere generatie, je had fotosynthese bij je op het podium staan. Kan je daar wat meer over vertellen? Ik vind het belangrijk van dat er een generatiekloof ontstaat, wat weer zorgt voor afstand. De hiphop moet saamhorigheid zorgen, in plaats van dat je alleen maar eilandjes gaat hebben. Yo, what's good man? We zitten hier met Hip Hop Is Small, Extinct the Prince, Boogie Down Breda, 2010. What's good? Ik heb dat vloed, ik heb dat push. Iedere dag van de top, de handen schatten die push. Overdrijven is een vak, maar toch. Het is een vak, man in de prop. Meest dappere rapper dan wat dan nog. Yo, sta met je voeten, klap in je handen. Elke riedel die ik zeg, laat ze de haters met de tanden. Van welke zin, elke zin. Omdat ik telkens weer, ondanks mijn ongeschoren kind, oud ben. Groot meester van Hollandia. Opkomt, ik denk dat ik maar eens een poosje met vakantie ga. Want ik zit nu meer in de recording fase, zeg maar. En ik ben eigenlijk zo van, weet je, ik wil eerst mijn nieuwe album uitbrengen voor ik weer op planken klim, zeg maar. Maar ik dacht van Boogie Down, weet je, een soort van monsterlijk festival wat ik had gehoord. Dus ik dacht van let's do it, weet je. Ik zei tegen Easy D, ja maar let's do it. Dus toen heeft Easy D, die heeft me eigenlijk opgehoekt met DJ DNS. En zo geschieden, man. We hebben, zijn bij elkaar gekomen, een paar repetitietjes gedaan, weet je, omdat, ja. Weet je, ik heb vanaf 2001, zeg maar, heb ik... Tot en met 2008 toe heb ik met Code Red, DJ Code Red op podium gestaan, Missing Link. Weet je, en nu sta ik eigenlijk met een soort van
beetje meer in een soort van echte turntablist, weet je, op het podium. Dus het was ook wel een soort van aangename switch, weet je, aangename change. Dat was wel dope. You were alone on stage. How did that feel for you? I mean, I've done it before. It's not my preference, because when I have somebody backing me up, I can give even more energy. I can really jump around a lot because I know that that person is going to help me out when I lose my breath. So the thing about being on stage alone is that you have to pace yourself a little bit more. So I had to kind of keep my energy level balanced. I couldn't do too much craziness, because in the next song I would have no breath and you wouldn't hear what I was saying. So while it was, you know, not a preferred situation to be, you know, alone, I always embrace a challenge. I like the idea that I came here not even knowing what show I was going to do and just figured it out and did it. I've been a VP of marketing and promotions, producer and arranger, what a range of emotions. And you guys have always been seen as people that have been ahead of the time of hip-hop was in, or at least the state hip-hop was in at that time. If you would have a view on the future of hip-hop, what would it be? I think it might rewind. Maybe I could be wrong. I think it may rewind back to what it once was, you know what I'm saying? Not to say that what it is right now is off, you know what I'm saying? Because it's party music, you know what I mean? But I think it may rewind, like the sound may get back to that feeling. Like me, honestly, I don't hear bangers anymore. Like a beat that you like, woo! You know what I'm saying? Everything is more singy and, you know what I mean? Couple clever lines and singing, you know what I mean? So, I don't know, maybe it get back to that bangers again, you know what I mean? Master Ace die had wat problemen, dus hij kon niet met zijn hele entourage komen, zeg maar. En toen had hij geen DJ. En toen heb ik eigenlijk heel snel vanmiddag ben ik naar zijn hotel gegaan. Een beetje de set doorgenomen, heel vluchtig. En ja, daar hebben we de dingen in elkaar gezet en daarna de show gedaan. Dus we hebben in een half uur tijd heb ik zijn show moeten leren, zeg maar. En daarna rocken gewoon. Dus we hebben, ja, het is goed gegaan. Ik ben er blij om. Het was toch wel een beetje spannend, maar ja, het was dope. Het was cool. Ja. En waren er dingen van tevoren waar je nog zoiets van vond, oeh, als dat maar goed gaat? Nou, ik werkte met zijn laptop en hij heeft ook Serato en al een beetje een oude versie zeg maar erop staan. Dus ik denk, oeh, als hij me niet uitvalt of iets mee gebeurt. Maar dat was eigenlijk alles. En voor de rest, ik moest hoop cueën. Hij heeft hoe zeg je dat, alles staat los in zijn zo. Dus ik moest echt 30 nummers achter elkaar erin gooien. En goed, snel kijken en dan lukt het ook. Ik zou zeggen, een zeer geslaagde editie van Boekie Dan Breda. Laten we opgaan naar de vierde editie.